Goedemiddag. We vervolgen de locatiekeuring hier bij de familie Mellema. En ja, het is nog hetzelfde mooie weer, dus we gaan verder met waar we gebleven waren. So now for the people who don't speak Dutch. This we continue by the family Mellema and we hope you enjoy this keuring.
uitslag van nummer 1. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een iets horizontale hals met een iets onderhals. Paard heeft veel behang. Dus ook veel ras. Het paard zou in de bovenbouw, vooral de rug, ietsje sterker kunnen zijn. Heeft een kruisligging die iets hellend is. Voldoende voorbeenlengte. Het paard is redelijk opwaarts gebouwd. Dat is positief. Het paard heeft droog en hard beenwerk. De stap zouden we graag wat ruimer zien en ook iets meer takt in die stap. In draf zou het paard meer zweefmoment moeten hebben. Heeft het paard moeite met de bocht en ook met de regelmaat. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 1, een noble head. De nek is horizontal. Is it long enough? The back could a little bit stronger. The croup is long enough and a little bit sloping. The legs are good quality. The walk could a little bit more regular. And also in trot, he need more uphill and more suspension and also more regularity. So we take it in the stud book.
Nummer 2, een paard met een voldoende edel hoofd. Een beetje hoofd, zware hoofd-halsverbinding. Paard heeft voldoende halslengte, iets onder hals. Is in de bovenbouw zou hij wat sterker mogen zijn. Is ook behoorlijk neerwaarts gebouwd. Dus dat betekent ook eigenlijk dat hij iets meer voorbeenlengte zou kunnen hebben. Paard heeft ook een beetje een sabelbeen naar achterbeen en is week gekoot. De stap was voldoende ruim en had veel lichaamsgebruik en ook voldoende, heel veel veer. Een goede stap. In draf, ja, een neerwaarts gebouwd paard zal niet gemakkelijk opwaarts kunnen draven, maar het paard had veel ruimte over zijn benen en ook veel buiging in zijn sprongen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie vanwege zijn goede bewegingen. Nummer 2, een noble head, een vertical neck, a little bit heavy and under neck. The back could a little bit stronger. The croup is long enough. The horse is built downhill and needs some more length in the front legs. The walk was roomy and good through the body and a lot of stubbornness. Also in trot, he is downhill, but a lot of roomy on his legs and good through the body. So overall, because his good movements, we take it in the stud book with a third premie.
uitslag van nummer 3. Een paard met een voldoende edel hoofd. Heeft een verticale, voldoende lange hals. Ietsje stijl in zijn schouder. Sterke bovenlijn. De lenden zijn ietsje smal, zou wat meer bespiering op mogen. Heeft een voldoende lang kruis, ook een voldoende lang voorbeen. Het achterbeen is licht sabelbenig en is een beetje grof op zijn reebeen, vooral rechtsachter. De stap zou ruimer mogen zijn en mist af en toe ook wat takt. In draf zou het paard meer opwaarts moeten draven en ook meer zweefmomenten. Het ritme is vrij hoog moeten hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Number 3 is noble head, long neck, vertical neck, the shoulder is a little bit steep. The upper line is strong, the loins could a little bit more muscular. The croup is long enough, the legs could a little bit more quality. In walk he needs a little bit more regularity and more roomy. In trot he needs more uphill and more suspension, so we take it in the stud book today.
nummer 4, de eerste driejarige. Een paard met een edel hoofd, heeft voldoende halslengte, iets onder hals, schuinschouder. De rug zou ietsje sterker mogen zijn voor een driejarige merrie. Kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is droog en hard. De stap zouden we graag toch wat meer regelmaat willen zien. En ook voldoende ruim, maar wat meer regelmaat en iets meer door het lichaam kunnen stappen. In draf is het paard, blijft hij wat neerwaarts draven. En mist hij het ruggebruik een beetje en zou hij ook het achterbeen meer onder de massa moeten zetten. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 4, een horse with a noble head. De nek is vertical en good shoulders. The shoulder is sloping. The back is a little bit weak. The croup is long enough. The quality of the legs are very good. The walk needs some more regularity and more power. And so also in trot, he needs more uphill and hind legs more under the body. So we take it in the stud book today.
Ik had even naar huis gezwaaid. Onze cameraman die let even niet op, dus ik moest hem even wakker maken. Goed, uitslag van nummer 5. Paard met een voldoende edel hoofd, ook een voldoende verticale hals, die ook lang genoeg is. Heeft een schuin schouder. In de bovenlijn zou hij wel wat bespierder mogen zijn. Of zij is het. Het kruis is voldoende van lengte. Het paard heeft goed beenwerk, ook hard en droog beenwerk. De stap, daar misten wij de lengte in. En ook zou hij wat meer takt kunnen hebben in die stap. En ook zo in draf. Dan houdt hij de bovenlijn vast. Dan heeft hij wat te weinig ruggebruik en ook te weinig souplesse. Zou hij ook wat meer zweefmoment kunnen hebben en ook iets opwaarts kunnen draven. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 5 is the head is noble, the neck is long enough and vertical. The upper line could more muscular and the legs are from good quality. The walk could more regularity and more roomy. In trot she needs more uphill and more suspension, so we take it in the stud book today.
uitslag van nummer 6. Een paard met een edel hoofd. Zou misschien ietsje meer nek kunnen hebben. Heeft een verticale hals die goed geplaatst is. Heeft een schuin schouder. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Heeft een kruis wat voldoende van lengte is. Kwaliteit beenwerk is hard en droog. Ietsje sabelbenig. In stap heeft het paard veel ruimte en veel veer. En veel lichaamsgebruik. In draf dan gaat het paard opwaarts. Heeft veel zweefmoment. Vertrekt goed. Met schoft omhoog. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster. Met een eerste premie. Vanwege zijn goede bewegingen. Nummer 6. Een horse with a noble head. Good vertical neck. Shoulder is good. The upper line is strong enough. The croup is a little bit sloping. The quality of the legs was very good, hard and dry. The walk was roomy and good through the body and a lot of elastics. The trot was uphill, a lot of suspension and a good hind leg using. So we take it in the stud book, star with the first premie.
Uitslag van nummer 7. Een paard met een edel hoofd. Heeft een voldoende lange hals die ook verticaal gesteld is. Schouder is een beetje stijl. Hij zou ook in de bovenlijn misschien ietsje sterker kunnen. Heeft een lang kruis. De kwaliteit van het beenwerk. Het paard heeft een behoorlijk sabelbeenig achterbeen. En in het voorbeen is hij, daar is wel een dierenartsverklaring bij, maar die is toch vol, de voorknie. En dat zie je ook terug in de stap. Het voorbeen wordt anders opgetild, rechter voorbeen als het linker voorbeen. In draf maakt de paard zich mooi en dan heeft hij ook wel een goed achterbeengebruik. En ook zie je dan niet terug. Maar vanwege kwaliteit beenwerk en ook vanwege de stap wordt het paard vandaag niet opgenomen. Number 7, a noble head, and also a long vertical neck, good shoulder. The upper line could a little bit stronger, long croup. The quality of the legs could better, and also in walk, in the front legs he was not regular. The trot was uphill and the good using of the hind legs. So, but the because the quality of the legs and the walk, we can take her in the studbook.
Uitslag nummer 8. Een paard met een edel hoofd. Heeft een lange hals die iets horizontaal is. Heeft een iets steil schouder. Sterke bovenlijn. Ook een lang kruis wat iets hellend is. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Licht sabelbenig. De stap was ruim en zou misschien iets meer buiging in zijn sprongen kunnen hebben. Maar is wel ruim en taktmatig. In draf zou je ook iets opwaartse mogen draven, maar ook wel veel ruimte over zijn benen. Het achterbeen zou er misschien ietsje meer onder willen zien. Maar al met al wel een goede bruikbare draf. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. So number 8. A horse with a noble head, a little bit horizontal long neck. Good upper line, a long sloping croup. Good quality of the legs, the walk was roomy and also good through the body. In trot, maybe the hind legs a little bit more under the body, but overall a lot of roomy over his legs. So we take it in the stud book with star and a second premium.
uitslag van nummer 9. Een paard met een edel hoofd, veel ras, zou iets meer halslengte kunnen hebben. Het paard is een beetje stijl in zijn schouder ook. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het voorbeen zou misschien ietsje meer lengte kunnen hebben. Het paard is een beetje week gekoot ook voor. De linksachter heeft hij wat een grof reebeen. De stap zou iets ruimer mogen zijn en ook iets meer takt en regelmaat kunnen hebben. In draf maakt het paard zich mooi, heeft hij een goed voorbeen gebruikt. En dan heeft hij ook veel actie in zijn spronggewrichten. Buigt hij zijn sprongen goed en zet hij ze ook goed onder het lichaam. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere premiering zien we een betere stap. Willen we graag een betere stap zien. Nummer 9, horse with a noble head. The neck could a little bit longer. Is vertical. The shoulder is a little bit steep. Good upper line. The quality of the legs could a little bit better. The walk could a little bit more roomy and also more regularity. In trot, she was good uphill and also a good suspension. So we take it in the stud book with a third premie because the quality of the walk.
Uitslag nummer 10. Een paard met een edel hoofd, heeft ook een voldoende halslengte, voldoende kap, schuin schouder. De bovenlijn is ook sterk, voldoende sterk, zou misschien iets meer bespiering op zijn lenden kunnen hebben. Kruis is een beetje hellend. Het beenwerk is sabelbenig, behoorlijk sabelbenig. En week gekoot voor. De stap zou ruimer moeten zijn. Heeft wel takt en regelmaat, maar hij mist de ruimte. In draf is het paard voldoende opwaarts. Heeft ook een voldoende buiging in zijn sprongen. Zou iets meer zweefmoment kunnen hebben. Al met al wordt dit paard opgenomen in het stamboek met een derde premie. Vanwege de stap die hem een hogere klassering in de weg staat. Nummer 10. Met een horse met een noble head, een long vertical neck, good shoulder, the upper line is strong, could a little bit more muscular. The quality of the legs is very sickle hocked and weak in the pastern. The walk need more roomy and in trot he's enough uphill and a lot of suspension. But overall, we take it in the stud book with a third premie.
De laatste, nummer 11. Paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een voldoende lengte in de hals. Die ook iets horizontaal is. Heeft een goede schouderligging. Rug zou je iets sterker willen zien. Ook kruis lenden aansluiting zou je wat sterker willen zien. Paard is redelijk opwaarts gebouwd. Heeft een iets hellend kruis. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit, heeft een voldoende droog beenwerk, een goede hoek in het achterbeen. De stap zouden we graag wat regelmatiger willen zien en ook wat ruimer in draf. Dan ook daar misten we soms wat de regelmaat, maar al met al nemen we hem vandaag op in het stamboek. Number 11, een horse with een noble head, the neck is a little bit horizontal but long, good shoulder, upper line is a little bit weak, the croup is long and a little bit sloping, quality of the legs was good, the walk needs more regularity and also more roomy, also in trot we need a little bit more regularity and the hind legs more under the body, so we take it in the stud book, take him in the stud book. Zo, dit was de laatste voor vandaag. We hadden prachtig weer erbij. Goede aanvoer van de paarden en het vlot gekeurd. We zien u terug de volgende keuring. Ik weet niet wanneer dat is, maar het is op de website te volgen wanneer de volgende keuring is, huiskeuring is weer. Dus dank voor het kijken en tot de volgende keer. So, that was the last one, number 11, for today. It was a good curring. We had a lot of quick curring. The weather was good, so we see you next time again. And I don't know the date, but you look to the website of the KFPS and you can see when that is.